In een vermakelijk duel heeft FC Dordrecht vrijdagavond met 3-2 gewonnen van FC Volendam. 3 punten dus in het laatste thuisduel dit seizoen en dus een trotse trainer voor de camera. 70 minuten waren we wel herenmeester, ook in een aantal kansen. En, heel goed voetbal laten zien, heel goed teamcohesie in hoe we willen verdedigen. Maar ook daarna met de bal, goede afwisseling tussen counteren, maar ook balbezit. En ook goede opbouwmomenten. Dus ja, dit is... Al een aantal wedstrijden gaande, dat we daar steeds beter in worden en vandaag misschien bij Vlagen wat de beste momenten. Ja, ik heb zeker genoten. Het was een leuke wedstrijd. We hebben precies uitgevoerd wat we moesten doen. Dus ja, het was zeker een leuke wedstrijd om naar te kijken vandaag. Wat was het plan vandaag? Laten we zeggen de kansen afmaken en de counter. Dat wij heel scherp waren vandaag, dus ja, dat was wel leuk om te zien vandaag. Toch was het niet puur en alleen een counter, toch? Jullie maakten eigenlijk vooral in het begin van het duel heel veel het spel, viel mij op. Klopt, weet je, de laatste weken trainen we ook meer op elkaar. Je ziet ook in de wedstrijd dat we vandaag mooie combinaties hebben kunnen spelen, voetballen samen met de ploeg. Dus ja, het was wel heel leuk dat we elkaar beginnen te vinden ook. Dus ja, we hebben ook voetballende kwaliteiten, dus het is ook leuk dat we dit hebben getoond vandaag. Nog één duel te gaan en dus zit het seizoen er bijna op. Vanuit de Eredivisie is er interesse om een aantal spelers van FC Dordrecht over te nemen, waaronder Jackie Donkor. Maar zelf wil hij nog niet beginnen over een eventueel vertrek. Laten we zeggen, gewoon, laten we lekker het seizoen afmaken. Ik ben hier, dus we zullen zien wat er gaat gebeuren. Kun je er al iets over zeggen? Heb je daarin ambitie om bijvoorbeeld een stap te zetten? Ik denk elke voetballer heeft ambitie. En dat moet ook zo zijn in de voetbalwereld. En ja, laten we zien. Het is alleen goed voor de club dat je hoort steeds meer geruchten dat er een aantal spelers van ons in trek zijn bij andere clubs. En welkom. Alleen ja, dan moeten ze allemaal met ons dus we gaan onderhandelen. En dat kan nog wel eens lastig worden. Ik denk van wel. En dat is ook een teken dat we goed bezig zijn. In Loogmals, kijk, we gaan niemand in de weg staan. Als een club komt die veel meer kan betekenen voor zo'n jongen, qua, met name op sportief, ja, het wordt gegund. En alleen dan staan wij paraat om iemand anders te gaan zoeken. En ja, als we spelers verkopen, dat betekent ook dat we meer mogelijkheden zijn om betere spelers te halen. Komende vrijdag sluit FC Dordrecht het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Jong PSV. Momenteel staat de club van Michele Santoni op een 18e plek en daar kan volgende week verandering in komen. Bij een ruime overwinning is zelfs een 15e plek als eindklassering nog mogelijk.